Hier achter mij staat Geert Wilders al een minuut of 10 met de pers te praten vlak voor een moskee hier in Overvecht in Utrecht. Hij is het niet eens met een islamitische conferentie die dit weekend wordt gegeven en wil eigenlijk dat al die haatshacks gewoon lekker thuis blijven. En wij gaan even kijken hoe dat allemaal gaat. Wat schetst onze verbazing dat we iedere keer opnieuw geconfronteerd worden, ook nu weer hier in Utrecht, in Overvecht met sheiks, haat-sheiks, haat-imams die komen, die uitgenodigd worden om in een tijd waar je juist het tegenovergestelde zou moeten doen, waar je juist terreur zou moeten bestrijden en dit soort mensen geen toegang zou moeten geven tot Nederland. Dat ze gewoon mogen komen. Genoeg is genoeg. Nederland heeft genoeg van al die radicale haatsheiks die naar Nederland mogen komen. Wij zijn erg voor de vrijheid van meningsuiting. Wij zijn er niet voor om die onnodig te beperken. Maar nogmaals, mensen die veroordeeld zijn voor een aandeel in het martelen van mensen wat tot de dood heeft geleid. Het halen van haatsheiks naar Nederland in een tijd waar we ons alleen maar zorgen moeten maken over de het terrorisme wat groeit en de kans op een aanslag die groeit, is het domste wat je kan doen. Helemaal emotioneel van. Nee, dat komt door de wind. Ik hoorde vanochtend pas dat hij kwam, dus ik weet van niks. Ja, leuk. Ik wil graag foto met hem maken. Ik ben nu bijna 70 jaar, maar ik zie het land heel zachtjes aan afdruipen. Heel zachtjes. En ik weet ook niet wat we daar moeten doen. Daar gaat het niet om. Maar ik vind wel, en daar blijf ik bij, Wilders mag zijn mening hebben, dat mogen die mensen ook wel. Maar zoals Tila met dat haat prediken, ach kom op, waar zijn we mee bezig? Dat kan toch niet? Jij bent eigenlijk de grootste fan van Geert Wilders. Ja, eigenlijk wel, ja. De krakers van extreem links zijn er ook hoor. Uiteraard veel te laat, maar ze zijn er wel. Wilders stond hier vandaag op straat, wat vond je daarvan? Nou, ik heb hem zelf niet kunnen zien. Ja, jullie waren te laat. Ja, dat was mijn schuld eigenlijk. Ja, ik kon niet vroeg opstaan, maar goed. Wat was de vraag? Ik ben wel eens fan als ik naar zijn hoofd kijk, want ik wil ook wel graag zoveel aandacht krijgen. Of we nou blank, rood of groen zijn, we zitten allemaal in dezelfde boot. Wij twee zijn geen vijanden. Hier komen te veel buitenlanders. Want nu ook, die met bootvluchtelingen, ze komen allemaal maar hier naartoe. Dat kan je niet zeggen. Het zijn economische problemen en daar kunnen we niks aan doen vanwege onze huidskleur. Je snapt dat we allemaal worden uitgebuit. Het is iets openlijk. Ja, het is openlijk. We kunnen niet doen alsof we niet weten dat we worden uitgebuit. Je hebt een shirt van Imperial Armani aan, man. Dit komt gewoon uit Turkije en Snap. Maar kijk, ja. Ja, dat is nou uitbuiting. Ja, dat heeft iemand zitten maken voor $3. Ja. En dan, jij loopt ermee met je bordje. Ja. Meneer, wat gaat u doen nu? Ik ga hem uitnodigen om naar binnen te lopen. Ja, heeft u er fiducie in? Dat is wat ik wil. Meneer Wilders, ik ben de voorzitter van de stichting. Ja, u bent binnen welkom. Ja, weet u, we kunnen een gesprek aangaan. Weet u, uw stichting mag voor mij betreft morgen gesloten worden. Dus we zullen van uw uitnodiging geen gebruik maken. Ja, ik dacht het niet. Ja. Nee hoor, zeker. Ja. Nou, ik dacht het niet. Want ik zal u zeggen, u heeft hier iemand uitgenodigd die veroordeeld is door een rechter. Mag ik? U wilt niet horen wat ik te zeggen heb? Ja? Oké. Ik vind dat door het uitnodigen van iemand, beste meneer, door het uitnodigen van iemand die veroordeeld is voor een aandeel in het martelen van mensen, heeft u en uw stichting, wat mij betreft, uw bestaansrecht verspeeld en zou uw stichting morgen verboden moeten worden. U heeft net meneer Wilders uitgenodigd om binnen te gaan. Wat was zijn reactie erop? Ja, ik weet niet. Waarom niet? Ik weet niet. Wat vindt u daarvan? Ik vind deze raar. Hij moet achter geen politici maken. Hij beter gaat toneelstuk doen. Of een toneelstuk. Toneelstuk? Ja, dat is beter van hem. U vindt het een toneelstukje? Hij maakt ons probleem tussen samenleven, tussen de Marokkanen. Wij zijn geen terroristen. Nou, zegt hij bijvoorbeeld dat hier op die conferentie haat-imams zijn uitgenodigd. Wat vindt u daarvan? Hij haat iemand? Nee, dat zegt meneer Wilders, dat hier haat-imams zijn uitgenodigd voor die conferentie. Wat vindt u daarvan? Dat ik weet niet, dus ik ga het moet zeggen. Hij moet in de achterbak nog vinden. Als je gaat tegen islam, tegen de Marokkanen, altijd tegen de moskees. Toch de moskees blijven groeien, de islam blijven groeien. Laat het maar horen.